Hallo, leuk dat je kijkt. Welkom bij NL Magazine. Dit is onze eerste video. En ik ben hier samen met Auke. Hallo Auke. Hoi. En met Michael. En wij gaan met z'n drieën gaan een bokbiertest doen. En het is natuurlijk herfst, dus het jaargetijde van een bokbier. Zeker hoor. Lekker hoor. Top. Nou heren, dit is dan het bokbiertje van het merk Brand. We gaan hem even testen. Prima. En kijken hoe die bevalt. Cheers. Het is best scherp. Ja. Maar hij drinkt wel makkelijk weg. Zeker. Ja, hij is heel... Hij heeft inderdaad wel iets glads, inderdaad. Maar... Dus het zeg maar wel qua bitterheid, zeker als hij naar beneden gaat, zit er wel een soort bitterheid. Ja, dat is de hop die je proeft. Ja. Dat is gewoon wel. Ja. Dus dat is wel hij is heel soepel, ja. Ja. Maar hij is ook bitter, maar het is ook een kleine zoete nasmaak. Ja, ja. Dus ik denk dat je deze heel makkelijk wegdrinkt. Dus ook voor beginnende bokdrinkers, denk ik dat dit een goed biertje is. Ja, ja, ik vind het zeker goed. Ja, maar je moet dan wel houden van een beetje die hopperige smaak. En dat kunnen sommige mensen zo'n beetje als bitter opvangen, denk ik. Maar nee, ik denk ook als beginner dat het best wel... Ja, ja dus dit is even het advies van kijkers. Brand. Probeer. Ja, mag het biertje. Ja. Nou, we gaan nu hebben over de waardering van het bier. En dat doen we door middel van een cijfer te geven. De rating is tussen 1 en 5. En we gaan allemaal apart een cijfer geven. Want we hebben natuurlijk allemaal apart een eigen mening. Ik begin eerst met Auke. Ja, ik vind het een lekker biertje. Heel soepel, heel lekker. Hij heeft wel een beetje een hoppige smaak en dat resulteert een beetje een bitterige afdronk. En dat vind ik dan weer net een beetje jammer. Dus ik geef hem op een schaal van 1 tot 5, geef ik hem een 3, 3,5 ongeveer. Oké, duidelijk. Michael? Ja, ik ben het wel met Auke eens en dat hij drinkt lekker weg. Alleen, als je niet zo zeker dit soort bier niet gewend bent om te drinken, dan voelt hij nog wel scherp. Hij is een beetje bitter inderdaad. Ja, ik denk dat ik me ook bij elke aansluit ook een 3 op 5. 3,5. Ja. Oké. Okay. Nou, ik zelf vind hem zeer makkelijk wegdrinken. Ik vind hem ook een beetje bitter, maar ik hou er wel van. Daar zeg ik wel bij. Dus ik ga deze een 4 geven. Oké, okay. Prima. Helemaal top. Oké. Okay. Dat was de Brand. Cheers, Brand. Nou, dit wordt ons tweede biertje, de Heineken Tarwebok. En deze gaan we ook even lekker proeven. Cheers, heren. Ja, cheers. Rust. Ik vind deze heel erg lekker. Ja. Deze drink je heel snel weg. Oh, deze is gevaarlijk. Ja. Hier raak je van de kloten. Deze is gevaarlijk. Een beetje droppig. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Hij is best wel zoet inderdaad. Ja. Hij is heel erg zoet. Hij is totaal niet bitter, heel erg fruitig. Ja. Maar ik vraag me af, als je hier nou echt een vol glas van hebt, of het dan die zoetigheid niet een beetje te veel wordt. Ja. Of het een beetje misschien zat wordt na een tijdje. Daar ben ik het wel mee eens. Maar ik vind hem wel lekker. Ik denk dat een ervaren boekbier drink misschien iets te zoet vindt. Ja. Ja, ik denk dat je hem snel zat wordt. Hij lijkt een beetje op de Afrigen Triple, die heb ik wel eens genomen. Deze nog iets zoeter zelfs. Maar die vind ik juist wel, dat is wel een van mijn favoriete biertjes. Die vind ik wel echt heel lekker. Ja. Ik ben heel erg benieuwd hoe deze zal zijn als je een vol glas ervan drinkt. Ja. Ja, maar dat doen we nu niet, anders gaan we zo meteen natuurlijk rondrijden. Dan gaan we niet meer vol. Even voor de duidelijkheid, we proeven. Nee, maar ja, top. Ja, oké, okay, nou dan, dit is Heineken Tarwebok. Nou, nu hebben we de waardering voor Heineken Tarwebok. En ik geef het woord dit keer aan Michael. Nou, ik vond deze wel lekkerder dan de Brand. Omdat hij wat makkelijker wegdrinkt en hij is wat frisser. Maar aan de andere kant mis je wel de kick
die de brand wel heeft. Dus ik denk dat ik deze toch wel een 4 van de 5 geef stellen. Netjes, nou, mooie score. Ja. Oh. Okay. Ik sluit me er deels bij aan. Ik vind dat de zoetigheid een beetje de overhand heeft bij dit biertje. Mm-hmm. En dat je daarom een beetje bepaalde smaken mist. Dus echte zoete kou zou hier heel erg van houden. Maar ik denk dat je na een tijdje dat je er een beetje klaar mee bent. Maar ja, ik vind hem wel lekker. Hij drinkt makkelijk weg. Dus ik geef deze tussen een 2,5 en een 3. Ja. Oké, dus niet zo'n hele goede score. Nee. Nou, ik vind hem zelf erg lekker wegdrinken. En als ik daar vanuit kijk, zou ik gelijk een 5 geven. Maar je hebt gelijk, het is een bokbiertje. Er moet iets meer uitdagingen zitten. Ja. Dus ik geef hem een 4,5. Oké. Okay. Nou, dat is de waardering van Tara Bokbier. Nou, neem maar. Nou, dan hebben we nu Jopen, de trots van Haarlem en omstreken. En we gaan nu op deze testen. Het ziet er wat donkerder uit, dus ik ben benieuwd. Ja, rustig. Proost weer. Interessant. Ja, zeg hem gelijk. Ja, deze ook alweer, kan ook alweer als bitter ervaren worden. En hier proef je ook alweer heel erg die hop en ook al die granen proef je wel echt heel stevig. Ja. Ik vind hem een beetje droog op de een of andere manier. Een beetje droog smaken. Ik vind, nou ja, weet je, die Heineken was weer echt het uiterste. Ja. Ik vind deze eerlijk gezegd niet echt veel. Deze is meer, inderdaad, wat ook zeg, meer gebaseerd op de granen en zo dan echt op. Ja. Want ik vind hem niet echt veel. Ik vind hem heel weinig body hebben. Ja, ja. Dat is gewoon, ik vind hem weinig. Hij is lekker, ik vind hem lekker. Dit is echt meer een biertje waar je lekker mee op het terrasje gaat zitten en waar je langzaam van gaat genieten. En ik vind hem. Ik vind dit, als ik het zou mogen omschrijven, is bijvoorbeeld de Heineken een biertje voor wat jonger publiek, denk ik. Ja. Ja. Dit is wat meer, ik zie hier een wat ouder persoon. Ja. Die zoekt naar een beetje verfijning, kan je misschien wel noemen. En die gewoon heel erg van die granen misschien wel echt kan genieten. Maar ik vind hem minder sterk of minder pittig als de brand. Ja. De brand had meer body. Ja, de ik vind kick inderdaad. Ja, dus ik vind, ja. Hij is lekker, ja. Maar zo meteen komt de waardering, dus dat komt helemaal goed. En dan nu de waardering voor Jopen Bier. En dit keer begin ik bij Michael. Ik vond deze. Ik vind hem lekker. Alleen wat ik zeg, het mist een beetje de bovenliggende inhoud mist het een beetje. Zeg maar, die ondergrond van het bokbier proef je wel. Ja. Alleen er. Ja, ik weet niet, je mist iets. Oké, en wat is je cijfer? Ik denk. Ik geef hem een 3 uit 5. 3 uit 5. Oké. Oké. Nou, ik vind hem toch wel iets positiever eigenlijk. Ik vind hem wel heel lekker. Ik vind wel dat je zelf een beetje de verfijning moet opzoeken. Het wordt je niet zo geboden. Maar ik vind het wel, ik hou er wel van. Ik vind het wel lekker. Beetje die droge granige smaak trekt mij wel. Ik vind hem bijvoorbeeld beter dan die zoete Heineken, eerlijk gezegd. Okay. Dus in dat opzicht geef ik hem een 3,5. Okay. Nou, ik ben beduidend. Minder positief dan. Ik ga voor een 2,5. Okay. Ik vind hem te waterig. Te waterig, oké. Okay. Ja. Kan zijn. Ja. Nou, dit is dan de waardering voor Jopen Bier. On to the next one. Nou, we hebben nu 3 biertjes gehad. En het lijkt mij even verstandig om even een klein intermezzo in te lasten. Zodat we niet bij het 4e biertje omvallen. En ik ga daar even vragen met wie ik hier sta. Met een paar 2 mensen die jullie waarschijnlijk niet kennen. En ik zie eens kort. 1 in de kort, zeer kort. Daarom begin ik eerst met Auken. Auken, vertel eens iets kort over jezelf en een beetje de relatie met bier. Is goed. Ik ben student. Ik zit ook bij een studentenvereniging. En daarom kom ik veel in aanraking met verschillende soorten bier. En nou heb ik een tijdje geleden ook echt onwijs veel bier gekregen van een aantal vrienden voor mijn verjaardag. Echt heel veel soorten bier. Ze zijn allemaal mooi op mijn kast uitgestald. En sindsdien ben ik speciaal bier steeds meer gaan waarderen. En merk ik ook dat ik steeds meer de verschillen in biertjes gaan proeven. En dat maakt het echt onwijs leuk. Mm-hmm.
Dus het is eigenlijk een liefhebberij voor je? Ja, zeker. Ja, dat is, sinds een korte tijd is dat steeds beter geworden, steeds leuker geworden om verschillende bieren te gaan proeven. Nou, duidelijk, leuk. Ja. Michael. Ja. Ja. Ik ben ex-student, in principe. Ik hou me vooral bezig met video en dat soort dingetjes. En ik ben een vriend van Auken, dus ik heb eigenlijk het een beetje overgenomen. Het speciaal bier drinken. Het was eigenlijk eerst van inderdaad wat hij zegt voor verjaardagen en zo, dat je een beetje speciaal bier krijgt. En steeds vaker ga je drinken en begin je ook in dat de verschillen te merken. En ook wat je wel en wat je niet lekker vindt. En ga je ook zelf naar bier zoeken wat je interessant vindt om te drinken. Of waar andere mensen misschien nooit van gehoord hebben. Dus ja, voor mij is het ook eigenlijk meer gewoon liefhebberij. En gewoon het vinden van andere dingen. Het drinken van andere dingen dan de normale standaard biertjes. En dat is toch wel heel erg leuk. Zeker bijvoorbeeld bij de Open Kerk. Ja, oké, maar in dit geval hebben we wel voor de duidelijkheid, kijkers. We hebben nu wel de grote merken gekozen. Mm-hmm. Dus we zijn nu nog een beetje mainstream bezig. Mocht dit aanslaan, dan gaan we ook wat verdiepen met de speciaal biertjes. En dan zul je zeer waarschijnlijk deze gezichten terugzien. Zeker Michael, omdat hij wel vaker betrokken is bij NL Magazine. Dus dat is even voor de duidelijkheid. Je zal hem ook wel eens bij andere onderwerpen zien. En wie weet Auken ook. Maar dat is even... Laat het open. Ja, en vooruitblikken op de toekomst. Ik meer beter. Zeker. Maar we proberen nu zometeen het vierde biertje te gaan aanprijzen. Om in ieder geval te testen, laat ik dat beter zeggen. Mm-hmm. Dus tot zo meteen weer. Nou, we gaan ervoor. Ben benieuwd. Zo, dan zijn we nu bij ons vierde biertje. De Hertog Jan. Nou, al een bekend merk ook weer. Dus we gaan lekker even testen. Cheers. Proost. Dat was het toch. Deze een beetje aparte smaak hebben. Een beetje houterig. Mm. Ja, je proeft het als waar het vat. Ja, zeker. Ik vind hem wel heel lekker. Ja. Hij is ook weer een beetje, hij is ook alweer zoetig, maar niet zo zoet als Heineken. Maar dit is wel de zoetigheid waar ik zelf wel van hou. Het is echt een beetje zoethout ook misschien wel weer. Ja. Ik vind hem wat meer smaak dan die open. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Zeker. Na het eerste slok had ik echt even zoiets van, oh, wat is dit? Ja. Want het is echt een hele apart, wel echt een andere smaak dan de andere biertjes die we hebben. Je merkt ook als je een slok neemt, dat die langzaam soort van opbloeit in je mond. Dat bedoelde ik ook. Je mond... Dat je echt zegt van, oh, wat... Ja, dat is de volheid. En neemt gewoon langzaam je mond over. Je mond wordt gewoon gevuld door smaak. Dat vind ik wel echt... Ik vind het lekker. Ik vind het lekker, Ik vind ik ga zo meteen waarderen, dus ik wacht eventjes op een conclusie, maar... Ja, nee, goed biertje. Lekker. Ja, lekker. Nu de waardering voor Hertog Jan. En ik begin nu bij Auken. Ja, ik vind het een interessant biertje. Zoals ik al zei, zodra je een slok neemt, merk je dat hij soort van opbloeit. Dat vind ik wel echt heel lekker. Hij heeft voor mij dan de juiste zoetigheid. Vind ik echt heel lekker. Dus ik ga deze hoog waarderen. Ik geef deze een 4,5. Oké, Michael. Ja, ik sluit me wel bij Auken aan. Ik vind dit, wat ik al zei, het eerste slok had ik echt even zoiets van, oké, wat is dit? Maar ik vind bij nader inzien... Dit is echt wel heel erg lekker en ik geef deze 4,5. Ook. Ja. Nou, ik ga dit keer helemaal aansluiten. Ook ik vind het een heerlijke biertje. En ik ga ook gewoon 4,5 punten geven. Dus we zijn eenduidig dit keer. Ja, voor de eerste. Nou, Hertog-Jan, proost. Lekker gedaan. Nou, we zijn alweer bij bier nummer 5 beland. En dit keer is het merk Amstel. Dus we gaan weer even lekker proeven. Cheers, mannen. Proost. Dit is... Hij is moeilijk te definiëren, vind ik. Ja, vind ik ook. Het is... Ja, dat is lastig. Ik vind dat er niet echt een. Er zit niet echt een karakteristieke smaak of zo. Ik heb hetzelfde weer met wat we met Joop hadden. Ja. Ik vind het niet echt. Ik vind het een Heineken Light. Hij is ook niet echt. Ja, hij is ook niet echt waterig. Nee, maar.
Maar er zit geen body aan, er zit niks, er zit geen... Hij proeft wel een beetje die, ook diezelfde graansoorten. Ja. Dat was een joker volgens mij. Een joker, ja. Bijna een joker. Ja. Maar ik vind deze minder karakter hebben dan de joker zelfs. Ja. Ik vind deze niet... Niet spannend. Hij is niet vies, maar... Nee, hij is wel lekker. Het is beetje, niet spannend, het is geen kick, nee. Niks. Nee, nee. Nee. Dus, Nou, we gaan zo meteen terugzien bij de waardering. Dan nu de waardering voor Amstel. Nou, je kon het een beetje al merken uit onze waardering in de zin dat we al een beetje aan het proeven waren. Dus, daar merkte je een kleine waardering uit voort. Maar ik ga toch even vragen voor zekerheid. Begin bij Michael. Ja, ik vond hem niet, wat ik zeg, net als de Joop, ik vond hem niet bijzonder. Hij had geen karakter, er zat niet echt een kick aan. Het was gewoon, ja, water met een smaakje wil ik het niet noemen, maar het is niet bijzonder. Dus deze krijgt van mij een 2 uit 5. Ik vind hem niet... Duidelijk, kritisch. Ja, maar bij deze inderdaad weer dat je een soort houterige smaak krijgt. Dat is die granen die erin zitten en daar moet je wel echt van houden. Dus ik zie weer een wat ouder persoon die wel, ja, die dat echt kan waarderen. Die kan misschien dit biertje wel gewoon lekker vinden. Ik zelf vind hem niet heel boeiend. Dus ik geef hem een 2. Ook 2. Ja. Nou, ik ga je ook dit keer aansluiten. Ik vond hem echt nog zelfs iets minderder dan Jopen. Mm-hmm. Aangezien ik Jopen al 2,5 gaf. Ja. Ja, dan moet ik toch een beetje eronder gaan zitten. Dus ik hou op 2 punten. Ja. Dat is helaas, Amstel. Ja, een beetje jammer. Volgende keer beter. Ja. Alweer ons laatste biertje. En dit keer is het Grols. Dus ook dit is weer een heel bekend merk. Dus hij heeft ook weer een naam hoog te houden. En is geweer. Cheers. Ik ben benieuwd. Proost. Ja. Hij heeft een soort van iets dikkers. Ja. Dus ook wat ik bedoel, hij heeft iets... Een soort, ja, een beetje stroperig. Hij is wel zoet. Ja, hij is wel zoet. Ik krijg het bijna een Heineken zoet toe. Hij voelt heel raar aan. Maar jij, ja, hebt ook net ook een ander biertje. Ja, maar... Matig naar hier toe. Deze voelt heel erg stroperig aan. Hij is natuurlijk ook best wel... Bedoeld. Hij is heel erg donker. Ook. Hij is heel erg donker, ja. Dus... Maar het is wel een andere zoetigheid dan de Heineken. Ik vond Heineken had nog iets waterigs en dat heeft deze niet. Die heeft inderdaad een wat stroperig gevoel. Maar ik vind, ja, aan het begin proef je nog niet zo heel veel en daarna komt de smaak een beetje. Ja. En dat is een, ja, gewoon een vrij zoete smaak die je proeft. Zeker waar. Nou, dan jullie hebben je mening al gegeven. Ja. Dus we gaan zo meteen de waardering weer doen. Helemaal goed. Dit was alweer ons laatste biertje, Grols. Dus, laat eens bij jou beginnen. Wat vind jij ervan? Hey, nou, ik vond hem wel lekker. Vrij zoet, mm-hmm. Dat is toch duidelijk. En ik denk niet dat je deze echt twee moet drinken of zo, want dan, dan trek je mond toch wel een beetje weg. Ja, precies. Dus ik vind hem, ik vind niet het slechtste biertje, ook niet het beste. Dus ik ga deze geef ik een 3. Oké. Mike, wat vind jij dan? Ik vind hem op zich lekker, maar ik sluit me aan bij Maurice. Ik hoef er hier geen 2 van te drinken. Dus... Ja, ik denk dat ik hem ook maar... Ik denk dat ik hem ook een 3 geef. Ja, oké. Okay. Ja, ik vond hem... neigt heel erg naar die Heineken toe. En het is weer een beetje van die... Ja, voor mij dan een beetje die misselijk maken met zoetigheid. Ja. Dat vind ik jammer, want dat overheerst weer heel erg. In het begin proef je dus weinig en dan ineens komt die zoetigheid erin. En dat maakt het voor mij, ja, het is gewoon niet mijn biertje. Dus inderdaad, ik sluit me aan. Ook 3. Ja. Oké. Okay, nou. Dan gaan ze wel steeds verder meer. Ja? Gelijk denken. Ja, dat is goed. Dat is goed. Nou, volgens mij hebben we nu alle biertjes geproefd. Mm-hmm. Ja. Ik ga gelijk over een conclusie vragen van wat uiteindelijk het beste biertje was. Mm-hmm. Ik denk dat wel verstandig is. Ja. Oké. Okay. Ja, nou, we hebben er 6 geproefd. Ja. Hele 6 verschillende biertjes met sommige wel vergelijkingen. Als ik een beste moet kiezen, dan ga ik voor de Hertog Jan. Ik vond dat het lekkerste biertje. Ik had toen gezegd dat hij soort open bloei, dat de smaak vrij kwam en je mond volledig overnam. Ja. En dat is voor mij, dat is wat ik zoek in een biertje. Mm-hmm. En dat vind ik echt onwijs lekker. Dus ik ga voor Hertog Jan. Okay. Ja. Eigenlijk sluit ik me daarbij aan. Wat Auk zegt, het is een lekker biertje, het is een fris biertje. Hij verrast je.
En dat is, vind ik ook heel erg belangrijk, dat soort biertjes. Weet je, als je het drinkt, dat je niet zoiets hebt van oké, weet je, dit is weer een biertje. Het is echt van oké, weet je, er gebeurt echt wat. Je hebt echt, je krijgt een, je wordt verrast en je krijgt te maken met verschillende aspecten van het biertje. Dus ik, ja, voor mij wordt dat heel erg jammer. Oké, okay, ja. Nou, dan ben ik de laatste die natuurlijk een oordeel geeft. En als ik nog goed terugdenk, weet ik gewoon, volgens mij gaf ik de Heineken aardig wat punten. Mm-hmm. En ook de 30 Jan. Maar 30 Jan heeft uiteindelijk toch gewonnen, ook bij mij. Mm-hmm. Dus ik denk dat dit een unanieme beslissing is. Dat we 30 Jan voor ons de beste bokbier is. Dus top. Kijkers. Pak hem er even bij. Ja. De 30 Jan. En ik wil bijzeggen, dit is geen gesponsorde uitzending. Dus wij hebben gewoon neutraal dit gewoon echt geproefd. Lekker bokbier gedronken. Lekker gewerkt, hè, toch? Ja. Ja, goed gedaan, hoor. Daarom. Helemaal super. Nou, hopelijk vonden jullie dit een leuke video. En als je dat zo vindt, dan vraag ik even aan Michael, wat moeten de mensen doen? Wil je meer van ons weten, kan je altijd gaan naar nlmagazine.nl, onze Facebook, onze YouTube en natuurlijk voor meer content kun je altijd abonneren. Heb je nou zelf ook een lekker biertje? Laat het ons weten in de comments. Voor nu, proost! Hartstikke bedankt!